beseffen soms niet hoe blij we eigenlijk mogen zijn. Want terwijl we in Utrecht de vrede vieren, is er in andere plaatsen oorlog. We moeten terugtrekken! Oh, volgens mij ben ik geraakt! Bescherm de moeder! We moeten de moeder in veiligheid brengen! Jij hebt gelijk! Terugtrekken! Oh, ik geloof dat de baby er niet gaat komen! Au, ik hou het niet langer! Ah. Oh, ze komen zo nog! Rennen! We nemen de moeder mee! Terwijl de twee mannelijke soldaten bij elkaar waren, zorgden de meiden voor de moeder die op het punt stond te bevallen. Gezien. De moeder was blij met haar dochter, maar lang kon ze er niet van genieten. Meiden, we moeten weg! De andere leger komt eraan! Oh nee! Kom op! Maar ik wil mijn baby meenemen! Dat komt wel later! Nee, lopen! Wat de baby. Nee! Lopen! Oh, ik ben gewoon! Nee! Dat kan niet! Het was een wonder dat de baby één dag later gevonden werd door de mensen van UNICEF. Kijk, een mooi meisje. We moeten hem controleren en hem meteen schoonmaken. Kom hier en dan kunnen we hem meteen goed wassen. We maken hem wel jullie. Kom snel, geef hem naar dokter. Moment. Wat moet ik ermee doen? Wassen. Het meisje was gered, maar omdat niemand wist wie de moeder was, gooiden ze op bij de vijand. Jaren later was ze daar een belangrijke generaal geworden. We zijn nu met het goede plan. Hun zijn maar met vier en wij zijn met z'n achter. Dus dit wordt... Als hun aanvallen, dan komen wij op hun af. En dan gaan we hun helemaal omsingelen. En dan gaan we aanvallen. Nou, ik denk dat het wel kan werken. Ik denk dat we deze oorlog gaan winnen. Wat gaan we doen? Winnen! Dan ga ik nu de oorlog voelen, generaal. Oké! Okay. Dan, 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 dan. De vrouwelijke generaal was nu samen met een speciaal commandoteam op een geheime missie. Rijdster, waarom zijn we hier? Dat heeft ze toch gezegd voor de soldaten? Wat gaan we dan met die soldaten doen dan? We gaan ze vermoorden. Vermoorden daarom! Dus kom, precies kom, ze zijn daar! Als ik ze zie, dan zul ik ze vergen. Ze zijn nog lang niet van me af. Een groepje vijandige soldaten met belangrijke informatie zaten bij elkaar. We gaan ze vermoorden! Handen omhoog! Maar jij bent mijn dochter. Je bent mijn moeder niet. Ik weet het, je hebt op je rechter schouder een moedervlek. En dat is waar. Kijk, hier heeft ze. Mijn moeder, mijn kind. Oh, wat mooi. Maar jongens en meiden, waarom vechten we nou? Vermoorden alleen onze eigen broers en zussen. Dat is helemaal niet leuk. De hereniging van de moeder en dochter zorgde ervoor dat beide partijen na jaren van oorlog stopten met vechten. Een delegatie van UNICEF kwam naar het land toe om te helpen. Maar waar moesten ze beginnen? We beginnen met het onderwijs. Oké. Inderdaad, dat is juist belangrijk. Weet je wat ook belangrijk is? Dat er heel veel ziekenhuizen zijn. Ja, zal ik je daarbij mee helpen? Ik ga ervoor zorgen dat er genoeg eten en drinken zijn. We hebben geen seconde te verliezen. Kom op, allemaal. Ja! Kom op! In het land was nu, net als in Utrecht, vrede. En werden de mensen geholpen om weer een rustig en normaal land te worden.